welkom bij deze nieuwe video. Ik ben weer vandaag bij jullie terug met een nieuwe dagvlog en ik zie er niet uit. Ik heb weer olie in mijn haar, heb ik weer mee geslapen, want vandaag is de haarwasdag. Ik ben net één dag terug van Marokko. Ik ben eigenlijk maar één week weg geweest, maar toch is één week echt genoeg om je helemaal uit je flow te halen. Ik kwam terug, ik was dus één week in Marokko met een hele groep, waarbij ik echt letterlijk geen seconde alleen was. En nu kwam ik weer hier terug in huis en ik zat op de bank en ik was helemaal alleen en ik had echt iets van oké. En nu? Dus ik was helemaal uit mijn flow. Dus vandaag wordt mijn eerste dag. Gisteren heb ik niks gedaan. Dus vandaag wordt weer mijn eerste beetje normale dag. Dus ik ga weer een beetje proberen terug in mijn flow te komen. En ik dacht, ik ga gelijk samen met jullie vloggen. En wat ga ik vandaag doen? Ik moet een aantal video's maken. Wonder Girl heeft de hele week geen video's upgeload. Omdat ik dus in Marokko was. Ik heb mijn Marokko ticket echt last minute geboekt. Ik heb letterlijk om 11:30 s'nachts geboekt. En ik moest vertrekken om 4:00 s'nachts. Dus ik had letterlijk 4,5 uur om klaar te maken. Dus echt last minute is echt letterlijk bedoeld. Dus ik had ook geen tijd om wat extra video's te maken ofzo. Om te kunnen uploaden. Dus vandaar dat het de hele week niks online is gekomen. Maar ik ga die video's die ik heb gemist alsnog wel uploaden. Dus ja, ik ga niet achterlopen. Dus ik moet vandaag even wat content maken en editen. Ook moet ik zometeen mijn Marokko vlog editen. Die staat al online als jullie deze video zien. Dus veel plezier met die video. En ik ga vanavond komt mijn zus, de man en de lieve hondje Pebbles. Die ga ik jullie ook laten zien. En dan gaan we uit eten. Mijn vriendin gaat ook mee. En daarna ga ik met mijn vriendin drankjes doen. Want het is vrijdagavond. En ik denk dat we best wel ver gaan vandaag. We gaan of naar België of naar Duitsland. Maar we weten nog niet echt precies waar. We hebben een aantal nieuwe plekken ontdekt die we willen gaan exploren. En die zijn echt allemaal 1,5 uur hier vandaan. Echt, er zal dus gewoon een keer iets leuks zijn in Brabant. Echt, I can't. Dus dat is een beetje de planning van vandaag. En ik neem jullie mee. Ik ben echt weer blij om weer gewoon thuis te zijn met gewoon een goede douche. En gewoon al mijn spulletjes en al mijn make-up, mijn kleding, mijn hakken. Ik mis dat altijd echt heel erg. En mijn auto, die heb ik ook gemist. Klinkt heel raar, maar toch is het zo. Dus ondanks het feit dat ik het super leuk vond in Marokko, ben ik ook wel weer blij om weer hier te zijn. Ook weer samen met jullie. En gewoon weer echt goed te kunnen vloggen en alles goed te kunnen oppakken. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Het is nu 9:30 ochtend. En ik denk dat ik mijn dag ga beginnen met mijn Marokko vlog editen. Ik ga wel eerst eten, want iets wat ik ook heb gemist is mijn Y-Food shakes. Oh my god! Jullie weten, dit zijn de shakes die ik altijd drink voor lunch. Ik heb hier de smaak Coco White en Choco. Dat is witte chocola. Jongens, met deze shake zit je letterlijk 4 tot 5 uur helemaal vol. Dus ik ga hier mijn dag mee beginnen. En dan heb ik ook gewoon echt geen honger. Deze shakes zijn echt geweldig. Je kunt ze online bij hun website bestellen met mijn kortingscode. Scheelt je ook weer wat geld. Mijn fave smaken zijn White en Choco. Normale chocola, vanille, piña colada, banaan. Echt een heleboel. Maar op dit moment die ik echt het meeste drink zijn White Choco, normale chocolade en piña colada. Dat zijn nu mijn drie faves. Jongens, deze shakes geven jou genoeg vitamines, genoeg mineralen. En het is super makkelijk, super snel. En je zit gewoon echt helemaal vol. En dat vind ik hier het fijnste aan. En ik vind ze echt heel lekker. Ik heb gewoon af en toe dat ik er twee wil drinken. Maar dat ga ik niet doen. Dus deze ga ik even naar binnen werken, jongens. Ik heb nog nooit in mijn leven gehad dat ik een maaltijdshake zo lekker vond. Oh my gosh. Ik vind het gewoon bijna lekkerder dan normaal eten. Ik heb alles in Marokko gevlogd met mijn telefoon. Dus hier staat alle content. Dus die ga ik nou eventjes uploaden op mijn computer. En dan kan ik deze vlog deze ochtend even snel gaan editen. En dan komt hij ook gelijk vandaag online. Dus het is nu bijna 10 uur. Dus ik hoop dat ik het haal om hem om 12 uur up te laden. A few hours later. Ik ben klaar met het editen van de Marokko vlog. Ik was echt een beetje zenuwachtig voor deze vlog. Want ik was in Marokko met een hele groep. En het kostte me echt heel veel moeite om goed te kunnen vloggen. Ik kon amper praten met jullie, et cetera. Dus ik had wel beelden gemaakt en zo. En gewoon geprobeerd zo goed mogelijk te vloggen. Maar ik was een beetje bang dat het allemaal niet genoeg zou zijn. Of in ieder geval niet goed genoeg. En ik dacht, ja, als het gewoon echt niet goed genoeg is, dan skip ik gewoon de hele vlog. Maar dat zou ik wel echt heel zonde hebben gevonden. Maar op zich, het is best wel oké. Het is een 12 minuten vlog geworden. En ja, het is oké. Het is niet echt zo perfect als hoe ik het zou willen. Zoals mijn vlogs in Spanje. Die waren echt geweldig. Ik kon er gewoon legit elke dag een video plaatsen. Nou heb ik één vlog voor de hele week gemaakt. Dat laat al zien dat ik niet genoeg content had. Maar al met al is het wel oké geworden. En ja, ik hoop gewoon dat jullie genieten van die video ook. Als je hem al hebt gezien, let me know wat je ervan vindt. En als je hem nog niet hebt gezien, ga hem zeker even kijken. Want hij staat al op mijn kanaal. Nou is dus hier achter mij aan het uploaden. Ik ga me nou even klaarmaken. En ik ga even één of twee YouTube video's maken. En dan ben ik eindelijk klaar.
klaar. Oh my gosh. Ik heb ook in Marokko dit gekocht. Kijk even hoe cute het is. Dit zijn een aantal bakjes in één. Kijk, het is dus een grote waar er iets kleiner in zit. En in die kleine zit nog een kleine. En dat was het. Echt heel erg cute. En die heb ik dus gehaald voor mijn neppe teennagels die ik altijd opplak. En die wil ik dus hierin gaan doen. Want om ze heel tijd zo te houden in deze verpakkingen is niet echt heel fijn. Dus ik ga deze grootste gebruiken. En dan ga ik deze daarin doen. Kijk hoe handig. Ik ga echt stuk om mezelf om deze neppe teennagels. Dus deze zijn al helemaal leeg. En dan is hier de lijm. Die doe ik er ook gewoon bij. En that's it. Dit leek mij wel echt een handige manier. Nou jongens, ik zie er weer een stuk beter uit. Ik heb net dus een hele make-up video gemaakt. Waarin ik mijn fave make-up producten heb gebruikt. Dus ik ben echt heel blij met hoe mijn make-up eruit ziet. Nou ben ik heel even snel onderweg om een pakketje te halen. Die al 5 dagen daar ligt. Ik was hem gisteren al gaan halen. Maar toen was het dicht op de een of andere rare manier. Dus ik hoop dat het vandaag open is. Want online staat dat het gisteren ook open moest zijn. Maar het was niet open. Dus ja, nou weet ik niet of het vandaag open gaat zijn. Maar ik wil dus een video gaan maken waarin ik alle pakketjes die ik heb ontvangen in de week dat ik er niet was, ga unboxen. Maar ja, dus ik mis dus nog dit ene pakketje. Dus het zou fijn zijn als ik hem kan halen, want dan kan ik die video vandaag gelijk filmen. Want ik loop achter met content, dus ik ga nou zoveel content knallen in één keer als kan. Dus ja, ik hoop gewoon dat het echt open is nu. Jee, jongens, hier is hij. Dit is volgens mij een pakketje van Shein. Dit zijn een aantal van de pakketten die ik heb ontvangen terwijl ik er niet was. Maar deze ga ik dus allemaal unboxen in een aparte video die misschien al online staat en anders komt hij nog online. Mensen, ik zit sister wife's te kijken en ik ben echt in shock. Dit gaat dus over deze man hier en deze 4 vrouwen zijn dus allemaal zijn vrouwen. Dus 1 man die met 4 vrouwen is getrouwd. Oh my gosh. Ik moet zeggen, ik ben in shock van hoe goed ze dit laten werken gewoon. Ik bedoel van als je tegen mij zou zeggen, oké, je moet nu gaan functioneren in een gezin met 4 vrouwen en 1 man. Ik weet niet of ik het zou halen. Ik zou het sowieso niet halen. Dat brengt zoveel problemen met zich mee. Oh my gosh. Alleen al die kinderen en al die chaos en hectiek. Oh my gosh, ik ben echt in shock. Maar ik moet zeggen, ik vind dat ze het best wel goed doen. Ook al sta ik hier niet achter, ik ben niet pro dit. Maar ik ben wel onder de indruk van het feit dat ze dit wel gewoon laten werken gewoon. Dit is zo weird. Ik ben echt heel benieuwd naar jullie mening. Wat vinden jullie van zo'n soort... Ja, dat je gewoon niet monogaam bent, maar polygaam is volgens mij het woord. Dat je dus een aantal vrouwen hebt. 4 is wel echt veel. Hey Susu, dit zijn allemaal spullen die allemaal naar Marokko moeten. En hij is nou in de war. Hij snapt niet wat er aan de hand is. Ik ga stuk. Kijk, hij moet nou per se overal aan snuffelen en zo. We gaan Pebbles ophalen. Kijk zijn mandje. Kijk zijn haar overal. We zijn bij de trimmen van Pebbles. Hij is nu klaar als het goed is. Ze is hem nu halen. Laten we kijken. Hey Pebbles. Pebbles, kijk hem staan. Pebbles. Ja. Ja. Hij heeft mij gezien. Pebbles. Kijk hem. En weer helemaal druk, helemaal druk, helemaal druk. Waar gaat hij heen? Kijk hem druk zijn. Oh, oh, hij sprong. Hij sprong. Kan je me helpen? Pebbles ging springen. Nee, Pebbles. Alsof hij daar komt. Hij probeerde te springen. Ja. Jij kunt helemaal niet springen. Nee. Kiku. Baby schoon. Baby schoon. Goed zo. Nee, ga baby zitten. Je bent net een zeehondje met je oren omlaag. Een aardhondje. Ja. Hij is een joe. Baby helemaal schoon en knap. Oké, het is tijd om te gaan klaarmaken voor uit eten. We zouden gaan eten bij een Marokkaanse restaurant, maar die is dicht. Dus ik denk dat ze naar Marokko zijn, zoals elke Marokkaan in dit land. Dus we gaan nu naar een andere plek, andere restaurant. Dus ik ga even kijken wat ik ga aandoen. Ik denk dat ik hiervoor ga. Deze roze pantalon van de Zara. En dit hemdje, deze is van de Primark. Oké, dit is het dan. Super cute. I love deze outfit. Heel mooi licht. Echt ideaal voor de lente en zo. Voor de zomer. Echt een hele, hele leuke outfit. Deze broeken van de Zara zijn echt geweldig. Ik heb hem in het roze en bruin. Echt fantastisch. Oké, ik heb het eten niet op tijd gevlogd. Ik ga stoppen. Maar oké. Dit is mijn outfit. Leuk! Kijk deze hakjes. We gaan naar België. Ik weet niet naar waar, maar dat gaan we zo meteen zien. Ik ga stuk. Ijsje halen. Ja, jij moet weer in beeld. Zo lekker. Ik
Kijk even hoe cute het hier is. Dit hebben we gewoon random gevonden aan de weg. Kijk deze tuinachtig iets. I love it. Ik heb echt een gezellige dag gehad. Het was wel een hele vermoeiende dag. Al vanaf dat ik wakker ben, ben ik in de weer. En morgen idem dito. Dus ja, ik heb het echt zwaar. Ik ben ook echt moe. Ik voel gewoon naar mijn eigen. Ik ben gewoon echt helemaal kapot. Ik heb ook echt ver gereden. Anderhalf uur heen, anderhalf uur terug. Dus ja, maar ja, goed. Ik hoop dat jullie gewoon hebben genoten van de vlog. En het weer leuk vonden om een dag te spenderen met mij. En als je nog meer vlogs wilt zien, let me know beneden in de reacties. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!